President Chandrika Prasad Santokhi van de Republiek Suriname gaat in op de actuele vraagstukken die spelen in ons land met betrekking tot de aftreding van minister Albert Jubitana van het ministerie van TCT, maar zo ook als we het hebben over woningnood in Suriname. Er is een kandidaat gepresenteerd door de politieke partij ABOP. Het was een ministerie van ABOP en de stukken zijn doorgeleid naar de procureur-generaal. Voor milieuonderzoek, wat gebruikelijk is voor benoeming van alle ministers. Ik wacht op het resultaat. Tweede is namelijk dat de minister van Sociale Zaken wel gaat naar TCT, maar er zullen veranderingen daar plaatsvinden, omdat het ministerie van TCT meer dan 12 parastatalen heeft. En ik verwacht niet in die 18 maanden dat de minister veel daaraan zal doen. Dus wij willen namelijk een directeur aanwijzen voor coördinatie van alle parastatalen. Dat gaat ook gebeuren met de benoeming van een nieuwe minister, dat alle parastatalen onder centrale coördinatie gaan komen van de regering. En daarvoor hebben we een kandidaat al geïdentificeerd die dat project gaat trekken. Maar sociale zaken blijven niet zoals de gebruikelijke sociale zaken. Want IMF heeft bij de beoordeling een kritisch geluid laten horen, namelijk dat het sociaal programma effectiever moet worden uitgevoerd. Dus het sociaal programma wordt gelicht uit het ministerieel beleid en het komt onder een deskundig team van externe deskundigen. En dat team zal 24/7 het sociaal programma integraal uitvoeren naar de samenleving, zodat alle aspecten van het sociaal programma goed gecoördineerd uitgevoerd worden. Want ik kan je nu al zeggen dat er enorm veel financiële middelen zijn voor het sociaal programma, maar het wordt heel gebrekkig uitgevoerd vanwege bureaucratie. En in het nieuwe team willen we geen bureaucratie. En we gaan het uitvoeren. En nogmaals, u heeft net de naam gehoord van de heer Mark Romy. Die belast is met de coördinatie van dit project. Hij wordt belast met de coördinatie van dat project. Zodat de samenleving geholpen wordt met een goed sociaal programma. Maar ook bij GBB komt er verandering. Daar heeft de minister duidelijk aangegeven dat zij in ieder geval afhankelijk is van tal van structuren die ze onder zich heeft. En die structuren soms inefficiënt functioneren of soms niet op de juiste wijze functioneren om haar goed te bedienen met de juiste informatie. Nou, daar komt een structuuraanpassing met meer bemensen en meer controle, zodat als er een stuk bij de minister daar komt, dat het 1. Voldoet aan de integriteitsnormen, maar ook namelijk dat de minister kan vertrouwen dat het stuk goed is. Maar tegelijkertijd versterken en verhoging van de effectiviteit, dat die aanvragen transparanter moeten lopen en sneller afgehandeld gaan worden. En daarvoor hebben we heel wat maatregelen getroffen, zoals onder andere ook de grondconversie, die op 1 november dan operationeel wordt. Maar laat me nog een keertje benadrukken, asanfo grondconversie. A grondconversie, want if je tana Flora, if je tana Tamka, if je tana Hanaslus, if je tana Geiersvleet, je hebt een volkswoning en je hebt een grond voor 200 vierkante meter. Dat je kan pot je grond in eigendom. En wat is die prijs die je moet betalen? 200 x 25 SRD. Begrijp je? Dus in de buurt van 5000 SRD met wat meer kosten, dan ben je eigenaar. Is jouw hypotheekwaarde gestegen? Je kan gewoon len money voor repareren je huis. Maar tegelijkertijd, jouw kinderen en kindskinderen en kindskinderen en kindskinderen hebben zekerheid nog eens motteke grond. Dus dat moet goed uitgelegd worden. En laten we die samenleving helpen. Ja, er is kritiek dat het bedrag laag is. Het is een sociaal programma. Ik wil de samenleving helpen. Maar zij die 2.500 willen converteren, die gaan meer betalen. Die gaan betalen 60.000, 70.000. Begrijp je? Dus mijn hip-hop chimang. Dus laat men die mensen nu een kans geven. Waarom is die grondconversie, die eerder goedgekeurd was, nooit goed gewerkt? Omdat de man moest bij pay 20 euro. 20 euro per vierkante meter moest men betalen. Niemand heeft het gedaan. Ik maak de makkies de grond, ze hebben recht erop. De matana grond, een lek van wetak jaso, ik kumba teber jaso. Kook je de maat zekerheid. En dit is een kans voor hen om te zorgen dat ze zekerheid goed omzetten in toegevoegde waarde voor hun grond en personeel en de woningbouw. Minister, president, tot slot, heel laatste vraag. Als we het hebben over woningbouw, we weten dat tijdens de, in het bijzonder, dat van propaganda, de partij waar u afkomstig bent, heeft aangegeven dat dat zou worden aangepakt. Maar als we kijken naar de Gomperstraat, zien we dat die huizen nog daar zo staan, over Hoekert en al. Wat is het beleid met dat gebeurt? Dus daarom is goed dat je deze vraag stelt. Dat ding van Gomperstraat, een project, dat is uitgevoerd niet door de regering. De maatregelen regering voeren uit. Het is een particulier voert dat programma uit.
De regering heeft een deal gesloten met die particulier en men heeft die particulier nooit betaald. En die woningen staan daar zo. En heel wat mensen lossen af, denken dat het huis is van hun. Het huis is niet van hun. Het huis is van die particulier. We zijn bezig met die particulier. Om onderhandeling te voeren, we moeten een heel hoog bedrag betalen wat de vorige regering niet betaald heeft. Maar tegelijkertijd zeggen wij, terwijl we dit probleem oplossen, het is niet alleen Noord, het project, maar het douaneproject waar ook halve woningen staan. En er zijn nog zoveel andere locaties waar halve woningen staan die niet betaald zijn en waar aannemers nog steeds op hun geld wachten. We hebben gezegd, wat is het echte probleem van woningzoekenden? 1. Dat heel wat mensen grond hebben aangevraagd en gekregen. Maar hun grond is niet toegankelijk. Dat kunnen ze niet bouwen. Wat doen we nu? We maken hun grond toegankelijk. Door wegen aan te leggen. Tegelijkertijd zeggen we, wij gaan je ook elektriciteit en water geven. Maar je moet bouwen. En ik geef je 7% lening. Dat is van ruim 1 miljoen. Dat gaan we uitbreiden binnenkort. Naar 1,5 miljoen. Zodat iedereen zijn huis kan bouwen. Met die lening 7%. Dan heb je grond. Is toegankelijk. En je hebt je lening. En plus moet je een bonus, je kiest een grondconversie, dan heb je dat ook als eigendom. En die projecten worden op dit moment uitgevoerd. Wat ook uitgevoerd wordt, want dat gaat komende week beslist worden, we hadden AHP, Affordable Housing Program. 30 miljoen van Islamic Bank. 4 jaar al. Amerika gebruikt. Bijna 750.000 Amerikaanse dollar. Om in Ossebouw, nul. Waaraan is betaald? Huis, salaris, waggi. Mooi computer, nul huizen. Daarvoor is een nieuw team gisteren goedgekeurd. Namelijk Affordable Housing Project Management Team. Ja, ik ga weer zijn naam noemen, de heer Mark Romy, omdat hij mij zorgen maar kan deliveren. Hij gaat dat trekken. En nu gaan we de eerste woningen bouwen waarbij de burger $9,000 gratis krijgt. Gratis. En 6.000 moet de burger inkomen, totaal 15.000. En die 6.000 gaan we regelen via die 7% lening. Zodat aan 6.000, je kiest van Osso, en meer is dat je kiest van Grong. Het enige wat er nu moet gebeuren is, meld je aan, die registratieformulier wordt komende week verspreid. Registreer en je kiest je Osso. Dat is ons beleid waarbij we rekening houden met heel wat projecten die op dit moment een juridische conflict hebben. Maar die lossen we op, zodat die mensen zekerheid hebben dat ze hun woningen niet kwijt zijn. Maar tegelijkertijd nieuwe opportunities aanbieden aan alle Surinamers. Om zelf te bouwen of een sociale woning te krijgen. Of om, ja, als je eigen kapitaal hebt, dat je kan je zelf bouwen. Maar als je niet hebt, in linie, ook je 7% en ik kan lossen af.